DNA en baie welkom by ons erediens hier op die donderdag aand van Paasnaweek. Baie dankie dat jy ingeskakel het en ek wil ook baie dankie sê vir al die persone wat help om die dienste van hierdie naweek moontlik te maak. Môreoggend se diens begin 8:00 en dan sonndagoggend die opstandingsdiens begin om 9:00. Al drie hierdie dienste is 'n eenheid, so daar dit beteken dat al die erediens elemente nie noodwendig in elke diens na vore kom nie en daar sal ook nie aan die einde van elke diens 'n seën wees nie. Ook nie die volledige geloofsbelijdenis in elke diens nie. Vanaand vier ons ook saam die nagmaal. En dis 'n uitsonderlike reëling vir 'n uitsonderlike tyd. En ons moet asseblief besef dat hierdie reëling wil op geen manier die saamwees van gelowiges rondom die tafel hier in die gemeente ondermyn. Hierdie is 'n uitsonderlike reëling vir hierdie tyd nou. En soos wat jy vanaand die nagmaal gebruik, sien ook jou medegelowiges in jou geestesoog langs jou. Ek wil ook vra dat jy waar jy in jou sitkamer is of jy as gesin saam is, ook saam sal sing, saam sal bid, saam sal praat, waar dit ook van jou gevra word. Kom ons sing nou as toetredelied, gesang 167 vers 1 en 2. Vervul, o Heer, my hart met stille wyding, waar ek herdenk die diepte van u lyding, hoe u daar aan die kruis vir my gesterf het, my heil verwerf het. Gemeente, genade en vrede, kom vir julle van God onse Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons gaan nou ons geloof saam bely. Maar vanavond bely ons slechts die eerste gedeelte van die Niseense geloofsbelijdenis. Soos wat die naweek vorder, sal ons telkens hierdie belijdenis al verder en vollediger saam bely. Kom ons bely nou saam met die kerk oor die wereld soos volg. Ons glo in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geworden deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geworden, en wat gelei het. Ons Vader in die hemel, o Heere, dankie, dat ons uit soveel plekken uit, op hierdie oomblik saam kan wees, in die teenwoordigheid. Dat die teenwoordig is hier in die kerk,
maar teenwoordig is in elke huis, op elke plek, waar mensen nou saam is om u woord. Ons vra, o Heere, dat te midden van hierdie ingrijpende omstandighede, hierdie omstandighede wat ons als mensen so deur mekaar verward, weerloos laat voel, dat ons vanavond bij u kan kom stil word, bij u woord kracht en richting kan kry, en dat u self met ons sal praat, en dat u ook vanavond u lichaam en u bloed voor ons sal gee, en dat ons vanavond opnuut weer sal onthou. Raak ons aan deur u gees, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Dis die donderdag van een baie ingrijpende week in die leven van Jezus en van zijn disciples. Een week met soveel hoogtepunten en dieptepunten, wat in een paar dagen ingeprop word. Hoogtepunten en dieptepunten wat ons hierdie week samen met Jezus en zijn disciples beleef het, soos wat ons hierdie gebeure herdenk het. Sondag het Jezus en zijn volgelinge triomfantelijk Jeruzalem binnengekom, en ons het gehoor hoe die mensen langs die straten sing oor die komst van die Seun van David. En dan maandag het Jezus met zijn reiniging van die tempel standpunt ingeneem tegen alles wat mensen daarvan weerhou het om werkelijk bij God en Godse hart uit te komen. Voor de Joodse leiders was dit een te veel, en hulle het besluit om van hierdie man ontslaan te raak. Dinsdag het die een strijdgesprek na die ander tussen Jezus en die Fariseërs plaasgevind, en daar die aand het Maria haar toewijding en liefde aan Jezus betoon door haar beste besitting, die dier parfum, letterlijk oor Jezus' kop en oor sy voete te stort. En al hierdie gebeure was so radikaal, dat een van Jezus' eie disciples op die woensdag met die skrifgeleerdes begin onderhandel om Jezus aan hulle oor te lewer. Hy verraai sy Here vir die prijs van een slaaf, 30 stukke silwer. En so op die donderdag trek Jezus eindelijk terug uit die openbare oog uit om die Pascha saam met sy disciples te vier. Op daar die dag begin 4 dagen, van die donderdag tot bij die zondag, 4 dagen wat al beskryf is as een microcosmos, as een bondige opsomming van die totale spectrum van menselijke emoties. En as jy die volgende 4 dagen saam met Jezus sy disciples stap, sal jy daar die emoties beleef, maar jy sal ook een nieuwe perspektief kry op die emoties en op jou totale leven. Die Paasfeest is een baie vreugdevolle feest vir die Jode gewees. Dis die viering van die verlossing uit Egypte, honderde jare van tevore. Daar is blijdskap in die Joodse harte, want die slavernij is voorbij en daar is vrijheid en daar is verlossing wat deurgebreek het. Ja, as een mens na die volle paasmaaltijd gaan kyk, dan is dit een waar daar onthou is van zwaar kry. Maar dis die viering dat het voorbij is, dat God verlossing gebring het, en dat hulle vry mense is wat saam met God kan lewe. En is met daardie vreugde in hulle harte wat die disciples die maaltijd voorbereid het, en wat hulle daardie aand om die laat tafeltjie gaan sit het. Dit was vir hulle wonderlik om te dink
dat hulle die voorrecht het om saam met hulle Here, saam met die een wat hulle glo, die Messias is, in Jerusalem, die bevrijding uit Egypte te vier. Hulle dan geglo dat hij die een sal wees, wat hulle ook van die juk van die Romeine sal bevry. En hulle vier saam met hulle verlosser, die verlossing van die verlede, en hulle wil uitzien naar die verlossing wat Jezus gaan brengen. Al het hulle geen idee hoe dit alles gaan uitspelen. Maar dan, in hoe Jezus die maaltijd benade, en in wat hij sê, begin daar een draai in die atmosfeer kom. Ons lees daarvan in Matteüs 26, van vers 20 tot 25. Toen het aand geword het, het Jezus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwijl hulle eet, sê hy, dit verzeker ik julle, een van julle zal mij verraai. Hulle was baie onthuts, en een na die ander het hom begin vra, dit is toch niet ek nie, Here? Hy antwoord toe, die een wat saam met mij sy brood in die skottel steek, dit is hy wat mij zal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan, maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit zou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore is. Toe sê Judas sy verraaier, is dit miskien ek, Rabbi? Jezus antwoord, dit is soos jy sê. Nou, jy kan sommer hoor hoe die atmosfeer en hoe die emoties daar om die tafel eweskielik heeltemal anders geworden. Die blijdschap van die disciples moest plek maak vir verbasing en verdwaasdheid. Waarom nou hierdie woorde van Jezus? Hulle is hier om verlossing en nieuwe leven te vier. En Jezus praat van verraad en dat hij op pad is om te lei en te sterf. En dan is daar vraag oor wie hierdie verraad zou pleeg. Daar subtiele vingers wat gewys word en oe wat met verdachtheid naar mekaar kyk. Die vreugde en die feestvierings het plek gemaakt voor een onzeker frons op die gezicht. En dan lees ons verder. En terwijl hulle eet, het Jezus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disciples gegee met die woorde, neem, eet, dit is my lichaam. Toen neem hy een beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardoor die verbond beseel word en wat vir baie vergiet word tot vergeving van sondes. Die disciples het gedink dat hulle saam met Jezus die verlossing uit Egypte gaan vier. En hier keer Jezus alles op sy kop. Onthou, hierdie gebeure vind plaas tijdens die Pascha, wat een symbolische ete was. Alles wat in die ete gebeur het, elke stukkie kos, het iets beteken. Dit wou die volk as het ware terugvat in 1000 jaar van tevore. Die Pascha is ingesteld tijdens Israëlse uittocht uit Egypte. Dat was die aand voor die 10e plaag, toen die doodsengel dier die hele Egypte zou gaan en al die eerstgeborenes se leven zou neem. En Moses gee die opdracht voor Israël om een lammetjie te vat, een met geen gebreken nie, die te slag en van die bloed aan die deerkoesyne te smeer. Daar die bloed zou dan vir hulle die verlossing van die dood wees, want die doodsengel zou bij daar die huis voorbij gaan. Hulle moes ook saam ongesierde brood eet, want dit is een teken van zwaar kry, van die lijden wat hulle onder die Egyptenaren gehad het. En hulle het wijn gedrink saam met die eten. In Jezus' tijd, uit vier verschillende kelken, elk met de eie betekenis. En na die uittocht,
is hierdie symboliese ete jaar vir jaar gehou op die aand voor die volmaan, op hierdie aand, om Israël te herinner aan die verlossing wat God vir hulle moontlik gemaak het uit Egypte. En hier kom Jesus, en hy vat daar die ou gebruike, gebruike wat vir honderde jare reeds vastgelê is, en hy gee dit nuwe betekenis. Hy sê vir die disippels, hierdie brood, wat ons elkeen een stukkie van gaan afbreek, dis nie meer die teken van die swaar wat julle voorouers in Egypte gekry het. Van nou af is dit die teken van my lichaam wat gebreek word. Die brood moet julle van nou af nie meer laat dink in die leiding in Egypte nie, maar nou moet het jou laat dink aan my leiding. En die wijn moet julle laat dink nie meer aan die bloed van die paaslam wat in die deerkoesijn gesprinkel is en wat die dood weggehou het. Dit moet julle laat dink aan my bloed, wat vir julle gaan vloei, en wat julle gaan bevry van die ewige dood. Want, sê Jesus, ek is nou die paaslam, wat geslag gaan word, wie se lichaam gebreek gaan word, en wie se bloed gaan vloei, sodat julle die lewe kan hê. Van nou af, hoef julle nie meer aan Egypte, en daar die lammetjie te dink. Van nou af, elke keer as julle hierdie ete vier, dink julle aan my, doen dit tot my gedagtenis. Dis asof Jesus vir hulle sê, kyk dieper as net die oppervlak. Sien raak dat hierdie brood en wijn, hierdie gebeure, meer wil sê as net die verlossing uit die onderdrukkende systeem lang terug in die verlede. Kyk dieper. Hierdie brood en wijn wys vir jou dat jou sondes vergewe is en dat 'n totaal nuwe lewe vir jou moontlik word. Dat 'n lewe vir alle ewigheid saam met God vir jou moontlik gemaak word. Maar het gaan gebeur op 'n manier wat jy glad nie verwag nie. My lichaam gaan gebreek word en my bloed gaan vloei. En dis wat jy moet onthou. En ons staan op die rand van daardie gebeure. Dis wat op die punt is om te gebeur. En broeders en susters, dis wat Jesus ook vanaand vir ons sê. Kyk dieper as dit wat direk voor jou is. Ja, daar is brood en wijn. Maar kyk dieper, kyk ook dieper as net die omstandighede wat jy op die stadium in die gesig staar. Daar is meer, daar is op hierdie oomblik meer aan die gebeur as 'n siekte wat die wêreld lam lê. Daar is meer aan die gebeur as net 'n smagting om gesond te word of om eerder ten alle koste nie siek te word. Daar is meer as net die versigtiging om weer normaal met jou lewe te kan aangaan. Te midde van dit alles, kyk dieper, dink aan my, onthou my vanaand, en wat ek vir jou gedoen het. Onthou dat het my lichaam is, sê Jesus, wat gebreek is, en onthou dat het my bloed is, wat vir julle gevloei het. En hoekom moes dit alles gebeur? Tot vergifnis van al julle sonde. Sodat julle nie net bevry kan wees van moeilike omstandighede hier op aarde nie, nie net gesond kan word van 'n virus nie, maar dat julle gesond kan word in julle siele en bevry kan wees van 'n sinlose lewe wat net tot die dood lei, sodat die lewe wat vir alle ewigheid is vir julle moontlik kan word. Maar om dit te kan doen, sê Jesus, moet julle dink aan my. Onthou wat ek gedoen het en wat met my gebeur het. Jesus staan by wyse van Spreuke op die afgrond tussen lewe en dood. Hy is letterlik besig om die pad te stap na die kruis toe. 'N pad wat hom oor die afgrond sal vat. Hy weet wat later hierdie nag en die volgende dag vir hom wag.
Hij gaan sterven. Maar hij wil hê dat zijn volgelingen altijd zal onthouden wat zij dood betekent en wat moeilijk geword het vir hulle als gevolg van zijn dood. En dus ook waaraan ons weer herinner moet worden vanavond. Al is ons niet vanavond saam in die kerkgebouw nie, en al kan ons niet saam hier om die tafel sitten, moet ons vanavond gebruik om te onthouden, om dieper te gaan, om verder te kijken en Jezus te onthouden. Waar jij ook al is en wat die emoties ook al in jou is die afgelopen tijd. Wat daar dalk ook al in jouw leven gebeurt, wat voor jou voelt dat daar afstand tussen jou en God gekomen het. Onthou vanavond dat Jezus zijn lichaam voor jou gebreek is. Onthou dat zijn bloed voor jou gevloeid, zodat jij vrij kan wees. Ja, dalk voel je die afgelopen tijd niet zoals een bevrijde mens, nie, omdat je ingehok was in jouw eigen blijplek. Maar Jezus sê vir jou, kijk dieper. Vanaand wil jou juist herinner dat jij bevrij is tot in jouw ziel. En dat jij ten diepste genees is van baie meer als net een aardse ziekte. Dat nieuwe leven moontlik is. Dat leven wat voor alle eeuwigheid zal dien, voor jou moontlik is. Juist als gevolg van en dier die lichaam en bloed van Jezus. Kijk dieper en onthou. So wat gaan vanavond om die tafel gebeuren? Ik wil jou uitnooi om waar jy ook al vanavond is, saam te onthou wat Jezus gedoen het. Hopelijk het jy jou brood en jou wijn gereed. Als jy die huisgodsdienstprogram mooi gevolg het, tijdens hierdie groot lijdensweek, dan het jy dalk selfs vanochtend ongesierde brood gebak. Ongesierde brood was aanvankelijk die symbool van swaarkry van Israël en Egypte, maar Jezus het verander dat die brood symbool is van die lichaam van ons paaslam, wat voor mij en jou gebreek is aan die kruis. Dus voor jou en voor mij wat hij die worsteling in Getsemane gegaan het. Dis daar waar hij die doodsangst beleef het, tot sy zweet soos bloed gedrip het. Dit was voor jou en voor mij wat hij die sla en die vernedering verdier het, wat sy lijf stikkend gebreek het. As jy die brood in jou handen neem en vir jou een stukje afbreek, daarvan eet, denk aan Jezus sy lichaam, gebreek voor jou. En vanavond het jy ook daar bij jou een beker met wijn of druivensap. Dit is niet meer die symbool van die bloed van de lammetjie wat aan die deurkosyne gesmeer is om die doodsengel te keer. Ons denk vanavond aan die bloed van ons paaslam, Jezus Christus, wat gevloeid het aan die kruis voor ons verlossen. Zijn bloed het oor sy gezicht, oor sy lijf gevloeid. Dit het die aarde onder die kruis nat gemaakt. Alles zodat daar die bloed verlossen voor die aarde en zijn mensen kon brengen. Voor mij en jou kon brengen. En als je vanavond hier die beker neem en daaruit drink, proe die smaak van verlossing en denk aan Jezus' bloed wat vloeit voor jou. Maar voor ons dit doen, kom ons sing eerst gesang 399, sy eerste vers saam. Daarna luister ons na verkorte formulier. En om onszelf voor te bereiden, luister ons dan naar een stuk muziek wat sê dat Jezus die brood vanuit die hemel is, die brood van die lewe. En daarna zal ik ons in die bediening van die nagmaal voorgaan.
Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, luister hoe ons Heere Jezus Christus die heilige nachtmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in zijn eerste brief aan die Korintiërs weergegee. Ek het van die Heere ontvang, wat ik ook aan julle oorgelever het. Die Heere Jezus het in die nacht waarin hy oorgelever is, brood geneem, en nadat hij God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is mijn lichaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot mijn gedachtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hier die beker is die nieuwe verbond wat dier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedachtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons raak nou stil en berei onszelf voor om hierdie tekens te ontvang. Broers en sisters, ons moet nie vanaand bloot dink aan die uiterlijke tekens van brood en wijn,
maar dit waarin hier die tekens ons wijs, namelijk die lichaam en die bloed van ons Heere Jezus Christus en die verlossing wat daardoor voor ons moontlik geword het. Jezus het die brood geneem, hy het het gebreek en hy het gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle. Elke keer as julle daarvan eet, dink aan my. En vat nou die brood daar by die huis, breek dit en gee dit vir mekaar aan. Daarna het Jezus die beker geneem en gesê, hierdie is die beker van die nieuwe verbond, wat door my bloed beseel is. As julle daaruit drink, dink aan my. Gee nou vir mekaar ook die beker aan en drink daaruit. Ons gaan nou een gebed saam doen, en waar jy jou ook al mag bevind, bid die Onse Vader gebed, nou hardop saam, en daarna sal ons ons slot saam sing. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Als ons naar die verschillende evangelies gaan kijken, dan weet ons dat na die paasmaaltijd gevier is, het Jezus en zijn disciples naar Getsemane toe gegaan om te gaan bid. Daar het die disciples aan die slaap geraakt, terwijl Jezus met zijn vader geworstel het. Maar daar is hulle wakker gemaakt door die soldaten wat samen met Judas gekomen het om Jezus gevangen te nemen. Sy inhechtenisneming was die punt waarop die disciples weggehardloop het en Jezus weggeneem is om verhoor te worden. Door die loop van daar die nacht wordt Jezus gegeesel met een zweep geslaan. Die waarschijnlijke is dat Jezus 39 houwe gegee is. 39 houwe wat net een minder als die 40 houwe is, wat als het doodsvonnis beskou is. En om hierdie dienst vanavond af te sluiten, kom ons raak stil en ons denk aan zijn lijden in hierdie nacht. Aan elke een van die 39 houwe wat Jezus moest verdieren. En dan morgenochtend, 18, skakel gerust weer in voor ons goeie vrijdagdienst.